vrijdag 22 oktober is de weekkalender voor 2011 van Rabobank Peland Zuid met foto's van ongeveer 50 lokale gebeurtenissen gepresenteerd en uitgegeven. Wethouder van de gemeente Zomeren Guido Schoolmeesters verrichtte de opening van de expositie. Graag willen we dit gebouw voor jullie beschikbaar stellen. We zullen ervan genieten en ik hoop de bezoekers aan ons gemeentehuis ook. En ik hoop niet dat het de laatste keer is dat we jullie hier mogen verwelkomen. Tot slot, en ja goed, daar sta ik er eigenlijk voor, werd zojuist verteld, zal ik hiermee de tentoonstelling voor geopend verklaren. Overhandig aan wethouder Schoolmeesters. Dank nogmaals. Dank u wel. Dit is een tentoonstelling van foto's die wij gebruikt hebben voor onze weekkalender, onze jaarkalender 2011. Die foto's zijn gemaakt door de fotoverenigingen in Assen-Zomeren en de fotovereniging Deurne. Die op ons verzoek foto's hebben gemaakt van evenementen in het afgelopen jaar. Evenementen die wij als bank hebben gesponsord, die wij materieel, financieel hebben ondersteund. En er zijn natuurlijk een heleboel foto's van gemaakt van die evenementen. En daar hebben we de 52 mooiste hebben uitgekozen en daar hebben we een kalender van gemaakt. Jullie maken zelf de selectie? Wij zijn wel betrokken geweest bij de selectie, maar we hebben dat niet helemaal alleen gedaan. We hebben ook degene die van de fotoclubs, die hebben erbij betrokken. Dat spreekt terug. Parochie Sint Jozef in Zomerenheide viert dit jaar het 75-jarig jubileum. Officieel werd de parochie op 28 oktober 1935 opgericht met pastoor Graat als eerste pastoor. In het kader van dit jubileum was er op zondag 24 oktober een jubileumviering in de Sint Jozefkerk met als celebrant bisschop Antoon Hurkmans. Aansluitend was er in gemeenschapshuis De Bunt een gevarieerd programma waarin de bezoekers een beeld kregen van de geschiedenis van de katholieke kerk in de parochie. Diverse koren en de jeugdfanfare traden op. Na maanden van repeteren en hard werken is op vrijdag 22 oktober
de productie van Theaterwerkgroep 2000, met als titel Avondrood, in première gegaan. Dit toneelstuk is van origine van het Amsterdamse Werktheater en dateert uit de jaren 70. Oh, take me back to the start. Ik ben de directrice hier. U bent precies op tijd. Welkom in ons thuis, van nu af aan uw huis. Jonge directrice. Dank u. Maar komt u verder? Ik wil nog wat wandelen in de omgeving. Oh, maar natuurlijk kan dat vanmiddag na het eten. Dan zal ik u nu uw kamer laten zien. Dat wil ik niet zien. Oh. Ik kan slapen. Maar u krijgt een bed en een nachtkastje met de sleutel, zodat u zelf alles af kunt sluiten. We vinden het alleen prettig als we af en toe kunnen controleren of alles in orde is. Dat wil ik niet. Oh, maar dat doen we maar één keer per maand. Ik ben hier al 9 maanden, hè? En nog nooit heeft u gelachen. Nog nooit. Als je die gedachte hebt, nog eens kom. Jongens, ik heb nog eentje. Luister, je hoeft de nieuwsberichten niet aan te zetten, hoor. Vroeger stond u weer in de weg. Nou hangt je in de weg. Ja, leuk hè? Leuk, Beus van Beuskom. Beus, ik heb nog een goede. Kijk, komt u binnen, gaat u zitten. Ik heb een prettige mededeling te doen. Vanaf vandaag mag u alles weer tot u nemen. Dat zei hij. Tot u nemen. Ja, 20 jaar heb ik toch op dieet gestaan met Paul van Braden. Ja, dat weet u toch? Van alles hebben ze met me uitgeprobeerd. Dan weer geen, hoe heet het, eiwitten. Dan weer geen koolhydraten. Zie je die boven daar? Ja. En zie je dan dat zilver? Weet je wat het zijn? Dat zijn katjes. En die kun je er niet kapot krijgen, ook al zou je het willen. Zullen we hier dan maar? Nee, hier ligt allemaal modder. Kom, we gaan samen een mooi plekje zoeken. Mijn Achillespees is zo kort. Het lekker lang duurt. Nou, maar kom, ik heb een kabel. Tegendrukken. Doorgaan. Op donderdag 21 oktober vierde basisschool Deken van Hout uit Asten de Deken van Houtdag. Op die dag vond ook de spetterende afsluiting plaats van het schoolproject Afvalrecycling Zwerfafval Mooi Niet. En daarbij kreeg de stichting Kuljuru Keso de volle aandacht. Een heel bijzondere dag, want hoe heet deze dag? De Deken van Houtdag. De Deken van Houtdag. En eindelijk is het zover, hè? Vandaag is het de Deken van Houtdag. De donderdag voor de herfstvakantie is het altijd Deken van Houtdag. En in deze eerste weken van dit schooljaar hebben we bijzonder respect voor alles in onze omgeving. Dat we zuinig zijn met de spulletjes en dat we goed nadenken over wat gooien we toch veel weg? Wat is er toch veel afval? En wat kunnen wij daaraan doen? Wat kan ik daaraan doen? En wat kun jij daaraan doen? En jullie hebben hele goede ideeën verzameld. En vandaag ga je met allemaal juffen, meesters, papa's en mama's die helpen, iets maken van wat je eigenlijk normaal weggooit. Wethouders die hebben allemaal verschillende taken. En een van de taken is milieu. En ik mag voor de gemeente dat taakveld doen. En milieu is een heel belangrijk taakveld. Want milieu, daar hebben we allemaal mee te maken. En als we niet goed oppassen, dan gaat het helemaal niet goed met het milieu. En dat is al eerder, in 20, 30 jaar geleden, toen kwamen we achter het water heel vies was. Hebben we allerlei dingen moeten doen
om dat weer schoner te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt, want heel veel water in de sloten is weer schoon. Femke en Loes, wat een spannende week voor jullie, hè? Ja. Wat hebben jullie deze week allemaal gedaan voor het project? Plastic. En dan konden we plastic dingen maken. En daar had je een soort van marionettenpoppen die we met plastic hadden gemaakt. En dat was ook wel heel leuk. En ja, wel leerzaam. En we hadden ook heel veel geleerd wat je met plastic kon doen. En wat Kuljurukisu nou inhield. Dat weten wij nou ook. En wat houdt het in? Loes, kun jij dat vertellen? Dat gaat over een vrouw en die wil kinderen in Senegal laten leren hoe je met plastic kunt omgaan. Want daar is heel veel plastic. En dan kunnen die kinderen het ook verkopen en dan kunnen ze ook wel geld verdienen. Hartstikke goed. Nou gaan jullie vandaag ook groepen 1, 2 en zo allemaal helpen. Denk je dat dat lukt? Ja. Heb je er zin in? Ja. Quincy. Quincy, wat ben je aan het doen? Plakken. Ga je nou hierop plakken? Ga je dit nou kapot scheuren? Ja. Oh, en moet er vandaag dan? Ja. Ja, want je mag het niet weggooien, hè? Nee. En hoe ben je aan het maken? Ik ga een heel dik lint maken en daar ga ik dan een strik van maken. Weet je al een beetje het moet? Ja, een beetje wel. Ja? Heb je al geoefend of is het de eerste keer? Nee, ik heb wel thuis geoefend. Hoe vind je het project? Ik vind het wel leuk. Gewoon heel goed voor het milieu en ook wel leuk om te doen. Op zondag 24 oktober kwam in Nationaal Park De Grote Peel het boek Weg uit de Peel van kinderboekenschrijver Jacques Vriens tot leven. Jong en oud gingen samen op pad in de Peel op zoek naar herinneringen uit het verleden. Bibliotheek Helmond Peel maakte een lesproject voor scholen over dit boek. Het project heeft al een aantal prijzen gewonnen en maakt deel uit van Goud van de Peel. Het is een van de finalisten in de Brabantse Dorpen Derby, een provinciale wedstrijd in het kader van leefbaarheid. Omroep Brabant TV volgt de finalisten en kwam opnames maken op de weg uit de Peeldag. Zakken, je kom hier! Zo, nou blijf je zitten. Ik wil het niet! Wat zijn het? Krijg me dan nog kapsones ook. Maar luister eens heel goed, dame. Al word jij zo groot als de kerktoren van de heikant, je zal doen wat ik zeg. Zou je hem niet willen hebben in je eigen tuin? Ja. Oh, ik zou er niet in willen slapen. Ik nee? En waarom niet? Nee, dan is het een beetje nat. Het is nat en koud en ook wel een beetje klein natuurlijk. Ja. Maar het is wel een leuke hut om in te spelen. Ja. En we kunnen hem zelf maken. Ja. Oh man, ik heb nog zo'n ding. Dat is allemaal grove den. Dat is om, voor de veenvorming stond hij het uitgedaan. Die werd daarna, waar het verhoogd is, werd die uitgestort. Zo'n laag, zo dik. Ja. En daar zit wat zand tussen, want dat was ook niet schoon recht. Dat was ook hobbelig en dat veen en zand onder elkaar.
En ik kreeg er heel veel assen van. Ja, ja, ja. Maar dat is, die veenvorming is 10.000 jaar geleden begonnen. Ja, ja. Ja, en, dus, en dat kino is... En dit is maar een klein bakje, maar als je nu van een halve hectare van dat spul hebt, dan moet je aantrappen. Dan moet je er ook weer uitkomen. En dan kon je met deze stokken kon je in evenwicht houden, anders ging het. Zakt je zo diep in toen ja. De tijd. Ja. En dan was het van, ja. Kan ik er nog wel uit? En dan waren deze stokken en uitkomen. Even voorloop. Oké, camera lopen. Ja. Het beeldmateriaal wat we verzameld hebben nu, dat zouden we bij elkaar willen brengen in een multi-touch tafel. Dat is een tafel met een beamer en een computer. En je kunt je voorstellen dat die tafel in een ruimte staat waar ouderen zijn, maar ook in een ruimte waar ouderen en jongeren zijn, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, waar jong en oud samenkomt. En dan kun je dus met die tafel beelden naar boven halen en dan krijg je ook weer de dialoog tot stand tussen de ouderen en de jongeren aan de hand van de foto's die dan in de tafel zitten. Dat zou gewoon geweldig zijn als we dat zouden kunnen realiseren. En de vader van Janneke was turfsteker. En als het nou middagpauze was, dan gingen ze lekker op een bankje zitten. En dan aten ze uit de knik, dat is daar. Daar hadden ze lekkere pannenkoeken in zitten. En dan hadden ze lekkere appeltjes in zitten. Nou, die aten ze. De vader van Janneke die speelde op de mondharmonica en als ze het eten, als ze gegeten hadden, dan speelde hij ook een melodietje. Nou, daar komt hij. Ze begrijpen het dan. Dit is een kans voor Janneke om het verder te schoppen dan haar ouders. Dit is een kans om weg te komen uit de peel. Wat nou weg te komen uit de peel? Dit is de plek waar wij geboren zijn en waar we doodgaan. Het is niet anders, meester. Dat is ons lot en dat weet jij net zo goed als ik. Vader, moeder, ik wil juf worden. Ik wil niet alleen maar luisteren naar meneer Whitlocks. Doorwonden in de peel, terwijl Whitlocks daar in het dure huis zit van onze centen. We moeten uit de veenpitten klimmen en opkomen voor onszelf. En daarom moet Janneke ook juffrouw worden. We moeten ophouden met die opstandige praat. Jullie maken ons Janneke helemaal van streek. Daar komt alleen maar slechtigheid van. Ja, maar vader... Kanters, eruit hier. Ze hadden me al voor jou gewaarschuwd. En je stopt niet alleen de peelwerkers op, maar ook hun kinderen. Je uitgestrekte, eindeloze peet. Allerlei verraderlijke plekken waar ik als mens maar beter uit de buurt kom. En vooral 's nachts... loerden er allerlei gevaren in deze donkere peel. Weet je, zei de een, 's nachts, daar komen er in de peel allerlei aardmannetjes tevoorschijn. En andere vreemde wezens. Ja, wist iemand anders te vertellen. En soms kun je ook lichtjes zien boven het moeras van de peel. En die lichtjes, dat zijn de zieltjes van ongedoopte kinderen. Nu doen wij in ieder geval het turfstekerslied. Ja? In de donkere onder het natte gras, de smeren in de ochtenddauw. De kneentjes schieten van schrik in het gewas. Laat gauw en begin maar gauw. Want straks brandt de zon op onze rug. En ik wil nog vermelkens tijd terug. Thank you.
en verdienen niet. De kost is kutter als gebak. Een knikkous terug en een kruikje thee nemen wij elke morgen mee ons mee. Wij steken terug in de grote wereld, want smerg is vlucht tot zonneslaan. Onderwijs blijft zich vernieuwen. Het digitale tijdperk is in volle gang. En het team van de Bonifaciusschool in Asten wil graag eigentijds en uitdagend onderwijs bieden. In de hal van de Bonifaciusschool werd op vrijdag 22 oktober een halmarkt gehouden. Leuk initiatief van de school. Ik heb al heel veel enthousiaste kinderen gezien. Het enthousiasme onder de kinderen is inderdaad hartstikke groot, maar ook onder ons natuurlijk als team. We hebben gemerkt zo in een korte tijd dat we eigenlijk heel veel spullen hebben op school die we nooit gebruiken. Die eigenlijk liggen te verstoffen. Die heel af en toe misschien nog eens ooit met een reunie of zo uit de kast zouden kunnen komen. Maar verder wordt er ten opzichte van de kinderen nu helemaal niks meer mee gedaan. En we missen heel vaak, er wordt gezegd, we missen eigentijdse materialen om met de kinderen aan de slag te kunnen. En vandaar eigenlijk dit initiatief. Dus het is ook zo dat al het geld wat vandaag op wordt gehaald, dat gaat ook allemaal weer terug, komt dat terecht bij de kinderen. Want dan gaan we weer nieuwe materialen verkopen. Is het animo groot van buitenaf? We hadden onze eigen ouders een klein beetje voorrang gegeven. Dus die zijn al vanochtend geweest voor zeg maar, de verkoop voor derde open ging. En er was al een hele grote groep. Het animo van buiten is er ook, maar je ziet echt mensen die heel specifiek op zoek zijn. Ook het stukje nostalgie merk je er ook, dat mensen of collectors items. Inderdaad, we merken ook heel, en vandaar ook dat we de ouders als eerste hadden uitgenodigd. We hebben hier op school heel veel ouders wat oud-leerlingen zijn van deze school. Dus voor hen was het ook echt nostalgie. Die hebben hier ook echt rondgelopen van, oh ja, dat klopt, oh die ken ik nog. Op die manier, dus dat is heel leuk. En we merken ook bij, we hebben een aantal leerkrachten die hier al een hele lange tijd werken. Daar komt ook dat stukje nostalgie naar boven, maar we merken ook dat zij het best lastig vinden. Ja, zo weer afsluiten van een bepaalde periode wil je zeggen? Ja, zij weten natuurlijk dat het noodzakelijk is. Zij weten ook en ze zijn gelukkig ook helemaal wat dat betreft op de manier waarop ze lesgeven bij de tijd van vandaag. Het moet natuurlijk ook wel als school, veranderende maatschappij en daar staan wij natuurlijk middenin. Maar sommigen hebben er echt moeite mee, want die hebben natuurlijk aan alles wat hier staat een herinnering. Ja. Maar voor de kinderen is het toch ook een enorme leerschool. Ik denk dat dit ooit nog meer teweeg brengt als een gewone lesdag, toch? Ja, alleen al het feit dat ze, want we hadden begin van de week hadden we alle spullen zeg maar, naar beneden gehaald. De hele week hebben ze al lopen scannen van wat ligt er, wat zou ik eventueel er kunnen gebruiken, noem maar op. Maar het enthousiasme waarmee ze aan het verkopen zijn en waarmee ze een spelletje hebben bedacht waar anderen weer kunnen gaan doen. De hele dag het liefste zouden ze helpen, maar ja, dat gaat natuurlijk niet met z'n allen. Maar daar krijg je gewoon als schoolleider ook zelf een heleboel goede zin van. Hoe heet jij? Maaike. Hey Maaike, vertel eens, wat hebben jullie hier nou? Hier moet je kralen bakken en dan moet je kijken of je een rode kraal kan grabbelen en dan heb je prijs. En is het ook moeilijk? Ja. Echt waar? Zitten er wel echt rode kraaltjes in? Ja. Heb je al gezien dat mensen gewonnen hadden? Ja. Wat kun je dan winnen? Een leuk cadeautje. Heb je zelf al gegrabbeld? Nee. Is dat druk geweest vanochtend bij jou bij de kraaltjes? Ja, het is wel druk. Heb je al veel geld verdiend? Ja. Heb je een mega aankoop gedaan? Ja, zeker, absoluut. Mooie videorecorder. Dus je kunt vragen, hoe vind je, heb jij de verkoop gedaan? Ja. Heb jij het aan mama verkocht? Ja. En heb je er heel veel geld voor gevraagd? Of? Ja, 2 euro. 2 euro. Ja, nee, maar daar kun je wel een mega aankoop voor doen, hè mama? En vind je het leuk dat mama hier komt kopen? Ja. Heb je ook nog meer spulletjes verkocht? Ja. Zo'n konijntje waar je eieren in kan doen. En een keukentje. Zijn er ook spulletjes bij die je eigenlijk zelf had willen houden? Nee, niet. Allemaal voor de school? Ja. Mama Saskia, hoe vind je dat de school dit doet? Hartstikke geweldig. Echt een heel leuke manier om zo geld in te zamelen om dan straks weer nieuwe spulletjes te kunnen kopen.
En geweldig. Je hebt je bijdrage gedaan. Zeker. Het Nationaal Beihard- en Natuurmuseum Asten hield de afgelopen week in de museumtuin de pompoendagen. Gedurende de pompoendagen bieden het museum de mogelijkheid te komen genieten van prachtige creaties van pompoenen en kalebassen. De tuin zag dit jaar het vierde lustrum en stond weer vol met marekraampjes. Ook waren er diverse kunstenaars in de kas speciaal aan het exposeren en of demonstreren met schilderen, beeldhouwen, vilten en bloemschikken. Pompoendagen zijn hier in volle gang. Ja, dus drukte van je welste hier. Eigenlijk alle dagen al. Heel leuk. We hebben ook vooral heel veel geluk gehad met het weer. En ja, eigenlijk alles positief. Ja, want hoeveel bezoekers zijn er zoal? Ja, vandaag toch wel zeker over de 1000 bezoekers. Dus daar zijn we heel blij mee. Komen die bezoekers ook allemaal uit Asten? Nee. Ik heb bezoekers gehoord die speciaal voor de pompoendagen vanuit Groningen naar Asten waren gekomen. Vanuit Zeeland. Dus vanuit het hele land. Maar de meeste mensen komen wel uit de regio, ja. Hebben jullie elke dag verschillende activiteiten ook georganiseerd? Wat is er hier vandaag al zoal te doen? Vandaag hebben we een orkest, de Oldtimers hebben we vandaag. We hebben Cooking Adventures, die koken op vuur. Dat hebben jullie misschien al gezien. En vandaag hebben we nog grimeren. Kinderen die kunnen zich laten grimeren in een Halloween thema. Of ze kunnen een pompoensnuitje laten schilderen. Heel leuk. Ja, nou, werkelijk overal door de museumtuin liggen pompoenen. Waar komen die allemaal vandaan? Ja, we hebben heel wat vrijwilligers en kennissen van het museum, die kweken die. Want je moet daar al in april moet je al beginnen met de zaadjes in de grond te duwen. En over hoeveel pompoenen hebben we het ongeveer? Ja, ontelbaar eigenlijk. Duizenden. Echt duizenden. Geen honderden, maar echt duizenden. En de voorbereiding van deze dagen, daar zijn jullie dan weken mee bezig? Ja, klopt. Ja, in principe beginnen we al heel vroeg in het jaar al te denken over het thema, over de invulling. Maar de laatste maanden wordt het steeds drukker en de laatste weken is het natuurlijk een heel drukke bedoeling. Maar betekent dat jullie al die dingen die we zien ook zelf maken? Ja, we hebben ook heel veel mensen die ons meehelpen daarmee. Groei en Bloei maakt hier elk jaar hele mooie creaties. We hebben heel wat vrijwilligers die hier creaties komen maken. En die maken elk jaar weer de mooiste dingen. En dan hebben we natuurlijk die belangrijke wedstrijd van de zwaarste pompoen. Ja, dat klopt. We hebben dit jaar iets anders aangepakt. We hebben hier heel wat zware pompoenen liggen. Mensen kunnen tijdens de week raden welke pompoen volgens hun de zwaarste is en hoeveel die dan weegt. Op de laatste dag maken we bekend hoe zwaar die pompoen is. Ja, want als ik ze zo zie, dan zou ik het echt niet weten. Nou, ik ga niks verklappen welke week dit ongeveer zou kunnen zijn. Maar het gaat vaak echt om de honderden kilo's. Is het zo dat je, als je ze nou meet, kun je dan aan de buitenkant zeggen de grootste is ook altijd zwaarste? Nee, de grootste is niet altijd de zwaarste. Het is wel een beetje een leidraad misschien. Maar het hangt ook echt af van de binnenste, van de hele textuur. En de grootste is niet altijd de zwaarste. Wat groeit er in mijn hoofd? Ai, ooit, waar nog? Bitter is Celie, waar nog? De pommeromperom, pomperom. De pommeromperom, pompoen. Gaat goed, hè, die pompoen van jou? Ja. Wat heb je allemaal aan moeten doen om hem zo ver te krijgen? Alleen dit eraf gesneden en een beetje dit losgesneden. En nu, wat ga je nog doen? Als die leeg is, een gezichtje erin maken. Een gezicht? Ja. En dan? Een kaars erin doen en in de tuin zetten. Met Halloween? Ja. Is het de eerste keer dat je doet? Want ja, het ziet er heel professioneel uit al. Vorig jaar heb ik het ook een keer gedaan. Alleen thuis toen. En nou ben je hier op de pompoendagen? Ja. Vind je het leuk? Ja. Begin. Ja, wel veel te doen. Succes nog. Dankjewel.